Welkom bij Dynamite Magic Shop product update nummer 103, dus eventjes geleden. Ja, ruim een maand. We hadden vorige week willen opnemen al, maar sommige van de nieuwe items die binnenkwamen die we graag wilden laten zien waren zo snel uitverkocht dat we ze niet konden laten zien vorige week, omdat we ze of niet meer op voorraad hadden, of niet eens meer hadden om te laten zien. Dus hebben we het de week opgeschoven. Ja. Hier begint van het weekend carnaval, dat betekent dat het hier feesten wordt. Overigens, voor de openingstijden maakt dat niet uit. We zijn gewoon aanstaande zaterdag open, van 10 tot 4. En ook gewoon dinsdag gewoon open. En alle pakketten die je bestelt in het weekend, gaan gewoon op de post. En als je volgende week weer langskomen, dan kan dat, want we zijn gewoon open op de normale openingstijden. Kijk eens hier. Jij houdt al van kubus niet? Jazeker. Kijk, het is een normale kubus. Je kan er gewoon een draai op, verder is niks mee. Je kan gewoon draaien, maar dan ziet dat hij... Hou ik wel een beetje van gedachten lezen van mensen. En dan was ik denk of dat misschien ook wel een kubus zou kunnen. Dus mijn vraag is eigenlijk, ik ga hem zo meteen wegdraaien. En dan mag jij een kleur kiezen. Dus groen, geel, rood, blauw, wit, blauw, wat zijn meer, oranje. Wat je zelf wil. Ja. Die leg je naar boven neer, dus dat mensen straks ook thuis het ook kunnen zien. En dan mag je je even concentreren op de betreffende kleur. Ik gooi hem op en dan vang ik hem op en die kleur leg ik dan wel neer. Want dan blijft het misschien wel iets. Zolang ik hem maar niet kan zien. Is goed zo. Ja. Mag jij zeggen als jij klaar bent? Ik ben klaar. Jij hebt een kleur boven liggen? Ja. Jij hebt een kleur boven liggen. Oké, mooi. Ik doe alleen maar dit. Dat duurt nog bijna 2 maanden. En dan is het weer Koningsdag, moet ik aan denken, in één keer. Dus ik zou zeggen, als het iets een kleur te maken heeft, is het oranje. Klopt dat? Dank u. Kan het nog een keer? Of nog een keer kan? Ja, of nog een keer. Prima. Ik draai hem weg. Ik kan niks zien. Whatever you like. Zeg als je klaar bent. Ik ben klaar. Ja, oké, helemaal klaar. Neem de kleur, denk even aan de kleur of iets speciaals is met de kleur. De kleur zit in ieder geval ook in ons logo. Tenminste, niet ons logo op de website, maar als je hier op de gevel van de winkel kijkt, zit het in het logo. En gisteren, toen ik naar buiten ging, zag ik daar ook in de lucht heel fel, zo'n bol die iedereen verwarmde. Bol. Ja, dat is de zon, zeg maar. En die zon die was echt super fel geel, scheen die. Dus ik zou zeggen dat je geel hebt, klopt dat? Yes. Geel. Hé, maar we maken het wat moeilijker. Stel voor dat we gewoon alles een beetje door elkaar draaien. Gaat het om het idee dat je gewoon een mix, zeg maar, die door elkaar zit. Mag jij zelf ergens een zijde kiezen die boven ligt? Dus ik wil niet weten hoe die eruit ziet ook en welke zijde dat je kiest. Mag je ook een zijde naar boven leggen wat je zelf wil? En dan mag je die naar boven leggen met je handen erop eventueel. Ja, ik kan. Jij hebt er eentje? Ja. Heel mooi, oké. Neem ik even een aantal stiften. En dan mag je even voorstellen dat dit zo de kubus is. Zo, zie je. En dit is hem dan. Lijkt hij een beetje? Ja. Ja, oké. Ik zal even wat kleuren bij nemen. Ik zal het niet thuis even erin laten zien. Ik denk dat ik dit zo zie. Zo. Spannend. Deze ook. Zo. Meer kleurtje nodig? Ja, deze pakken we nog eventjes zo. Oké. Ik ben benieuwd. Oké. Mijn vraag is, hoe ziet jouw kubus er aan de bovenkant uit? Hetzelfde zoals dat eerste wat je getekend had met die 3, 6, ja, 9 vakjes. Dat neem ik aan. Oké, jij hebt 4 oranje, 2 blauwe. Nou, best goed gedaan eigenlijk. Zie je? 4 oranje. Dit is oranje, is geen rood overigens. Voor de duidelijkheid, dit is rood. Dat is echt iets veller. 4 oranje, 2 blauwe, wit. Wit heb ik wit gelaten, ik kan die weer inkleuren. Groen en geel. Mooi. Dit is één van de mogelijkheden met Psy. Als erbij pakken: Psy by Wenzi Magic en Bond Lee. Het is gaaf gemaakt. Je krijgt 2 kubussen. Eén speciale en één normale. Mag ik hier iets laten zien? Ik weet niet of ik... Ik heb geen idee.
Voor te laten zien dat je hier, zou je bijvoorbeeld ook een voorspelling in kunnen doen. Ja. Even voor de duidelijkheid. Ja. Maar laten we zien of... Voor mij wel, ja. Ik wil niet te veel verklappen, maar... Nee, dat mag. Doe maar. Deze kun je namelijk openmaken. Kijk, even een beetje zwijgen voor de volgende... Ja. En dan kun je hier eventueel een voorspelling... Of wat dan ook kun je hier... En doe ik zo mijn vinger erin, dan kun je zien... Ja, is hoor, je kan er iets uit produceren. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus ik wou even niet te veel verklappen, maar het is gewoon mooi en degelijk gemaakt. Ja. Ik zal hem even goed dit maken. Kijk. Ja. Het zijn groter dan voor podium, zeer geschikt. Je krijgt alles wat je nodig hebt. Je krijgt ook extra stickers erbij. Ik zal laten zien, ik heb al opgebroken. Weet je, alle extra stickers mochten ze ooit eraf gaan. Je krijgt een garantiekaart. Alles wat je nodig hebt, uitgebreide instructievideo's met meerdere routines. Dit zijn slechts 2 mogelijkheden, maar je hebt veel meer mogelijkheden nog. Je kan ook een toeschouwer de kubus laten mixen achter zijn rug en dan een beetje welke kleuren boven liggen. Allerlei mogelijkheden. We hebben ze voor een zeer strakke prijs. Even voor de duidelijkheid, het is geen goedkope truc. Maar mogen het best zeggen, het is ook elektronica. €385. Daarvoor vind je de truc waarschijnlijk nergens anders. Zeker niet inclusief BTW. Ik kan hem in het buitenland wel zoeken, maar dan hou rekening mee dat je daar nog dikke verzendkosten, BTW en alles overheen betaalt. Dus zeer goed gemaakt nogmaals. USB oplaadbaar. Professioneel, USB oplaadbaar alles. Helemaal compleet. Voor €385. Psy by Renzi Magic en Bond Lee. Yes. Tof dingetje. De Sharpies en het bordje en alles krijg je er nu bij. Dat heb ik gewoon even gepakt van die blaadjes waar we normaal de rekening op schrijven voor de klant hier. Dus als je die versie doet, moet je gewoon even stift erbij regelen aan het papiertje. Dus dat zit er niet bij. Mooi. Leo, heb jij iets moois? Ik heb hier Wall Street. Ja. Ik zal even erbij vertellen, dit moet je zelf nog maken. Ja. Maar ik dacht, alweer maken. Ja. Maar ik zal één ding zeggen, het is helemaal niet moeilijk te maken. Je hoeft niks te knippen. Want ik was wel bang voor dat je moet knippen, plakken, lijmen en daar iets mee doen en daar iets mee doen. Maar de gimmick is eigenlijk in wat zou ik zeggen, 10 minuten. Sneller, 5 minuten. Ja, maar binnen 10 minuten in ieder geval te maken. Ja. Ja, en je kan hem voor altijd gebruiken in principe, zover ik weet. Ja, waarom is hij niet gemaakt? Veel mensen zeggen, ja, maar waarom moet ik weer zelf maken? Ja. Omdat je bankbiljetten gebruikt. En ze kunnen niet kant-en-klare bankbiljetten meesturen. Dat zou ook niet logisch zijn. Dus nu kun je zelf beslissen welke bankbiljetten je hebt dat je gebruikt. Mm-hmm. Wij hebben de gimmick gemaakt met 5, 10, naar 20, 10, 50. 20 euro, 50 euro. Waarom laat je nu niet zien, zou je afvragen. Nou, we hebben ermee gespeeld. En het is niet moeilijk, nee. Maar je moet wel dusdanig oefenen om het mooi en gestroomlijnd te laten uitzien. En die tijd hebben wij niet gehad, dus we gaan het hier niet laten zien. Dus het is echt niet dat hij onmogelijk is, zeker niet. Ik ben wel van mening dat als je de gimmick maakt, dat je die beter met rubbercement kunt maken dan met hetgeen wat erbij zit. Maar wat erbij zit is wel goed voor de finale van de truc, als je handen wil geven. Ja. Dat is eigenlijk daar weer voor. Dus ik zou, als je geen rubbercement hebt en je koopt deze truc, zou ik rubbercement erbij pakken. Ja. Zou je meenemen om overal te laten zien die truc? Als ik eerlijk mag zijn, dat is een mooie truc, maar je zit qua hoeken. Ja, dat is het. Dus het is goed oefenen. Dat is het. En als ik eerlijk moet zijn, ik vind dat meer bijvoorbeeld ook voor Instagram of zo, voor dat social media. Ja, het is hier met hoeken. Dus kijk, als wij hem zouden opnemen hier, een update, vind ik het altijd riskant. Want de kans dat je iets flasht, dat je iets fout laat gaan bij één lange take, wat wij hier nu doen, is te risicovol. Maar als je zegt, ik wil een filmpje maken op Instagram of wat dan ook, of ik wil iets cools maken en je kunt het overdoen, dan is dat zeker de moeite waard. Ik wil niet zeggen dat het altijd fout gaat. Als je goed oefent en je kan al je hoeken afdekken en alle kleine dingetjes, dan is het een super truc. Maar dat is de reden waarom wij hem nu even niet laten zien. Niet dat hij onmogelijk is, echt niet. En ook de verschillende biljetten is geen probleem, de formaten. Ja, en je kan ook van dollar naar euro. Maar ik moet zeggen, de dollars is wel makkelijker. Want wij moeten, we hebben verschillende kleuren eurobiljetten, dus wij moeten nog meer voor ze verbergen dan een Amerikaan met allemaal dollarbiljetten. En dat maakt ook even waarom wij hem nu even niet laten zien, dat we dat gewoon niet onder kunnen houden. En met Engels geld, er zit tegenwoordig een venstertje in, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Maar daar kan het in principe ook mee, maar alleen moet je het dan afdekken. Ja, ja, zie, dat is natuurlijk met de verschillende biljetten natuurlijk wel een dingetje. Ja, Wall Street, heel tof dingetje. Ja. We hebben hem ondertussen ook laten zien in het hoekje of hieronder ergens. Dus dan zie je het effect. Het is echt heel goed, het is geen fake, het is niet wat op het filmpje kan niet in het echt. Maar je moet oefenen en rekening houden met de hoeken. Dat is echt het belangrijkste wat wij vinden daarvan. ik heb hier nog... wel iets grappigs.
Ja, grappig is een fout woord. Een kaartspel. Ja, goed grappig. Ja, dat klinkt weer helemaal dubbel. Ja, ja. Oké. Okay. Kaartspel, spel kaarten. Ja, mag je ergens kaarten pakken waar je zelf wil? Oké. Okay. Ja. Zeker? Ja, zeker. Okay, super. Je mag de kaart terugleggen op het spel. Zal ik hem even laten zien dan? Ja, laat hem even zien, sorry. Yes. Ja, super. Laat de kaart terug in het spel. Het hele spel gaat terug in het doosje. Zo. We plaatsen het spel hier neer. En dan komt het mooie, want je hoeft alleen maar te denken aan jouw kaart en je te concentreren op het doosje. Concentreer je op het doosje en dan zul je zien dat één kaart langzaam omhoog stijgt. Zie je uit het kaartspel. Ik ga het zo, ik kan het nog beter zien. Zeg een kaart omhoog en dat is, kan je dat zien, de... 8-5. 8-5, zie. Dat was toch jouw kaart, niet? Ja. Oké, heel mooi. Je kan de kaart ook laten stoppen als je wil. Stopt die. Je kan zelfs als je wil dat hij teruggaat. Gaat hij ook terug naar beneden. Zie je, je kan het helemaal controleren. Volledig onder jouw controle. Je kan het ook laten stoppen weer. Je kan ook weer uit laten stijgen wat je wil. Zie je, kan allemaal. Of laten stoppen. Dan moet ik erbij zeggen, ik doe het nou niet even zoals het hoort, maar even voor die ideeën te laten zien. Wat ook kan, pak even een andere kaart met idee. Yes. Zie? Oké. Okay. Hou de kaart goed. Ja. Oké, yes. Leg hem weer terug als je wil. Zo, gaat hij tussen. Zo. Denk aan je kaart. Concentreer je op je kaart. En dan zul je zien dat... Oh, ik doe iets op de grond. Dat er het spel zich splitst op één plek. En welke kaart heb jij gekozen? 8 en 9. 8 en 9. Hij splitst zich precies op de harten 9. Mooi. Ja, wat is dit? Dit is... Hebben we de verpakking hierbij liggen? Nee. Dit is de Rising Cards. Of de Deluxe Rising Cards. Echt zeer goed gemaakt hier in Europa voor ons. Alles is speciaal ontworpen. Ik kan je niet de details laten zien. Als je dat zou zien, zou dat fantastisch zijn. Zie je echt, wauw. Er zit veel werk in ontwikkelingen van. Een ultra kleine accu. Een hele sterke kleine motor die amper energie verbruikt. Dat betekent dat je met één keer opladen kun je misschien wel 100 of 200 keer de truc doen. Dat is echt heel lang. Zelfs het doosje speciaal ontworpen, omdat daar alles in moet passen. Dus het is van grond af aan opgebouwd uit professionele onderdelen door een professionele elektronica ontwerper. Niet goedkoop, maar ik zeg even spieken, ik heb een hoop 325, dacht ik. Ja, €325. Vergelijkbare versies die in Europa zijn gemaakt zitten ze rond €695. Deze... Dus hoe werd het goedkoper? €325, inclusief garantie van ons natuurlijk. Je kan de kaart laten stijgen, omlaag laten gaan. Je kan zelfs eerst een verkeerde kaart omhoog laten komen. Die gaat omlaag, dan komt de juiste kaart omhoog. Leren we je allemaal op de video die je erbij krijgt. Makkelijk te doen? Ja, heel makkelijk te doen. En ik heb het nu, was ik even eigenlijk een beetje te simpel. Je zou hetgeen waarmee je alles bedient kunnen verbergen en dan beter kunnen bedienen. Maar ik had het nu even gewoon te simpel liggen, zeg maar. Maar even voor het idee te geven. En als je stelt dat je iemand hebt die je helpt, nog beter. Dan heb je echt hands-free. Deluxe Rising Cards, €325. Mooi. Mooi. Ik heb hier nog iets moois. Ja. We hebben al de DMC in het groen gemerkt. Ja, die verkopen trouwens achter elkaar gewoon blijven verkopen. Heb je het ook al gemerkt. Maar, wij hebben hier ook... Alphabet Egg. En ik zou je zeggen, ik heb nog maar moeite met gemerkte dingen, zou ik maar even zeggen. Ja. Maar hier kan ik letterlijk zien dat dit een... letterlijk zien. Ja, ook goed. Mooie grap. Ja. Oké. Hier kun je goed op zien wat het is. Ja. Het is niet te geloven. Maar dit zijn net als de DMC, DMC deck. Zijn deze DMC Elites, dat was wat ik zocht. Zijn deze kaarten ook gemerkt op de achterkant op dezelfde manier. En je kijkt ernaar en gisteren hebben we ook mensen in de winkel gehad, zoals elke dag. En die laten we dan de kaart eerst zien. Nou, en ze zien gewoon niks. Nou, en als je weet hoe groot het erop staat, fantastisch. Ja. En dan denk je, wat moet ik ermee? Nou, je hebt allerlei mogelijkheden. Wat nou als je achter iemands naam komt tijdens je vertoning en je kunt op de een of andere manier... een soort voorspelling maken met kaarten. Je draait de kaarten om. Je legt de kaarten neer en zegt dat je iets. Dan zeggen mensen nee, draai je de kaarten om en ligt daar hun naam.
Dus je kunt op een stiekem manier je bijvoorbeeld een naam of een woord of wat dan ook bij elkaar verzamelen en dat neerleggen. Ja, ja. Dus een van de dingen, hè, er zal absoluut veel meer mogelijk zijn, maar dat is een van de ideeën die ze opperen in een tekst bij de truc. Wat een mooie aan deze kaart is, deze is niet alleen aan de achterkant gemerkt. Kijk, die zijn ook aan de voorkant gemerkt. Ja, dan kun je aan de voorkant zien wat op de achterkant staat, bedoel je. Ja. Ja. Ik zal ze even uitparen. Ja, DMC Alpha's. Schitterend mooi. Ik krijg er niet overal twee van, dacht ik. Bijvoorbeeld de Q. Ja, oké. Okay. Nou, ja, ik zie de E hebben er bijvoorbeeld drie van. Dus inderdaad hebben ze letters die meer voorkomen. Een beetje over nagedacht. Ja. En het is inderdaad mooi. Ik pak er nog even een paar. Even een beetje schudden. Goed idee. En dan zie je dat dit D zou moeten zijn. Zie je. Dit zou de G moeten zijn. Dit moet de M zijn, als het goed is. Ja, we hebben nog niet allemaal. Dat is nog een F. Zie. T. Enzovoort. S, dus S. Je hebt, je kunt de kaart bekijken. Kijk rustig even op de video. Zet je video stop. Zoek even. Kaart. Tenzij je weet hoe dit werkt, zie je het niet. Zo simpel is het. En ik mag best zeggen dat er 2 centimeter groot op staat. 4 keer. Dat zeggen we niet te veel. DMC Alpha's deck. Fantastisch. Ja. En als je de andere uitvoering nog niet gezien hebt, dan zou je het nog een keer bekijken. En echt geweldig. Dan hebben we ook iets. We zijn ze gewoon al 2 keer vergeten om te laten zien. Quanto costa? Kijk, DMC Alphas kostte €27,50. Oh, Wall Street. Heb je de prijs weer genoemd? Trek even. Nee. Help. 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 Staat onder een beeld nu. Ja. Staat onder een beeld. De Deluxe Lederen Close-Up Matten, oftewel Close-Up Pad Leather. Deze mat, het is echt een plank, 3 kilo, dus een beetje wat je kunt verwachten. Bekleed met leer van V&B, schitterende matten. Ik heb gezien hoe ze gemaakt worden en ze worden mooi gemaakt. Door professionals worden ze gemaakt, dus je ziet het ook. Het is een speciale stof die bovenop zit. Lekker zacht, dus als je wat munten en kaarten werkt, ziet het heel mooi uit. Stijlvol, professioneel. Wordt hier in Nederland gemaakt. Kostte €199, maar dan heb ik wel echt serieus en professioneel iets. Het mooie hiervan aan is ook dit, als je bijvoorbeeld met balletjes werkt, dan blijven ze hier liggen, zeg maar. Die rollen ja, die, denk je dat ze niet afvallen? Ja, het ligt eraan. Ik denk dat ze afvallen, maar het is net nog een roppeltje. Ja, het zou kunnen. Het ligt eraan hoeveel vaart dat ze hebben, denk ik. Je krijgt er een mooi certificaat bij. Een certificaat van echt, laten we zeggen dat je echt een professioneel product hebt gekocht. Dit is de bruine variant die we hebben. Dit is de groene variant die we hebben. Ik zal het zo laten zien trouwens, voor de mensen die thuis zitten. Die hebben het niet gezien. Voorkant. Achterkant. Schitterend mooi gewoon. We houden ze gewoon even langs elkaar in. Zo. Als je ons zoekt, hier zijn we. Zo. Wat moet er nog meer over zeggen? Het zijn echt gewoon een hele mooie professionele matten. €199. Zeg je nou, maar ik wil eigenlijk liever hebben dat die een gele rand heeft met een blauwe mat erin. Blauw met paars en ik zeg maar wat. Wat dan ook. Groen met stippen. Mail ons, bel ons, want wij kunnen meer regelen dan jij denkt. Denk ik. Ja. Er is veel voor mogelijk. Dus, of andere formaten. In principe kunnen we overal over praten. Dus dat is, zijn de close-up pad ladder. Heel mooi. Ja, we hebben wel een hoop spul hier. En ik zie hier nog een heel mooi dingetje. Lang op gewacht. Een dik boek. Volgens mij 566 pagina's. The Magic Rainbow van Juan Tamariz. Nou, als je ooit het boek The Magic Way hebt gelezen. Oh, dit is uitgekocht. Dit is eigenlijk niet leverbaar. Ik heb vorige week een beetje verkocht en wilde ik bestellen, maar die waren niet meer. The Magic Way heb gekocht, waarin eigenlijk waar je leert hoe je trucs goed kunt vertonen en het sterker kunt maken met een krachtiger verhaal. Dit is het vervolg. Als je houdt van leuke trucjes doen, en je vindt dat prima, moet je dit boek niet kopen. Als jij denkt, ik ben professioneel iemand en ik wil mijn trucs versterken en ik weet, ik wil het maximale impact geven op trucs en ik wil er een emotie in gooien zodat het publiek zich betrokken voelt bij wat ik doe, dan is dit wat je moet hebben. Want dit is echt het meesterwerk van Juan Tamariz, 40 jaar aan gewerkt en zit bomvol met theorie, dus niet met trucs, bomvol met theorie over
hoe je je trucs kunt versterken, hoe je mensen mee kunt nemen in de beleving. En alles wat ermee te maken heeft om, ja, om je echt gewoon beter te maken. De mensen die het gelezen hebben zeggen ook, het is een van de moeilijkste boeken die ik ooit heb gelezen. En dat bedoelt ze mee dat het echt wel een serieuze, zware kost is. Maar als je het begrijpt, dan heb je gewoon goud in handen. En daar ga je je mee onderscheiden van alle andere goochelaars. Want kijk hoe Juan Tamariz werkt. Hij laat soms een simpele truc zien en dan heb ik het over de handelingen die erbij horen. Maar als je ziet hoe het publiek reageert op zijn trucs, door de impact en door de manier waarop hij werkt en reageert en hoe hij is, dan snap je wat dit allemaal voor zin heeft. Dus geen goedkoop boek, maar dat zijn eigenlijk alle Juan Tamariz boeken niet, want de Monica hier is ook €80. De Magic Rainbow €162,95, maar man, als jij professional bent en je weet hoe zinvol theorie is en hoe zinvol het is om goed na te denken over de manier waarop je werkt, dit is wat je moet bezitten. De Magic Rainbow. Yes. Ik heb geen idee hoe lang die in de handel blijft. Ik kan me voorstellen dat het een boek is wat een beperkte oplage is gepubliceerd, maar daar heb ik niks van vernomen, dus het zal wel gewoon een standaard werk gaan worden. Ja. Heel tof. En ga van je bibliotheek uit. Een dik boek. Ziet altijd serieus uit natuurlijk. The Magic Rainbow. René, zou je de kaarten willen schudden van mij? Ja. Dat is een grapje. Krijg je ze er niet uit? Ja, ze is gewoon een elkaar gelijnd blok kaarten. Is het niet moeilijk? Een spelkaart eruit. Je hebt nu een spelkaart uit het doosje gehaald. Die wil in dit doen. Kijk zo. En dan kun je de kaarten eruit halen. Ik zal het even laten zien. Oh, dan komt alles er zelfs uit dan. Wacht even hoor. Die kaarten kwamen gewoon net uit het doosje. Die kwamen net uit het doosje. Die kun je ook weer terug in het doosje stoppen. Ja, dat kan. Echt niet? Dat kan. Moeten ze er terug in doen dan? Nou, dan wil ik zien dat jij die kaarten terug in het doosje stopt. Dan haal ik ze er namelijk gewoon even uit. Oké. 1, 2. En ze zitten in de doosje. Ja, en dan eerst maar eens hier, dan ga ik ze er even uithalen. En deze truc heet Prison Deck. Ja, nou, dat kan ik me voorstellen waarom die zo heet, want die kaarten Prison zitten gevangen, zitten muurvast. Kost €54,95. Even voor de duidelijkheid, is gemaakt door João Miranda. João Miranda, ja. Ja, degelijk gemaakt. Ik weet hoe het werkt hoor, maar we moesten even iets verzinnen. Dit is ook echt degelijk gemaakt. Want je zou zeggen dat dit karton is, het voelt ook aan als karton, maar het is geen karton. Het is zoals Joe het zegt, het is onscheurbaar papier. Ja, ik heb het niet geprobeerd, maar... Onscheurbaar, ja. Mooi. Nee, ik ga ook niet proberen. Ik vind het meer een puzzel als ik eerlijk mag zijn. Ja, is het ook. Het is niet een truc dat mensen zeggen, huh? Ja, het is ook wel zo, huh? Maar het is wel leuk om het te gebruiken als hypnose. Ja, je kan zeggen, de kaart omuit. Je bent zo slap, de kaarten zitten vast in een doosje. Dat is inderdaad een mooie. Hé, hey, hoe kan je dat nou? Hoe heb je dat nou gedaan? Ik kreeg het er niet uit. Volgens mij heb jij het gedaan, maar oké. Ja, het is goed gemaakt. Het is echt speciaal gemaakt. Dit is ook weer zo'n ding compleet vanaf de grond aan opgebouwd hiervoor. Ja. Niet een doosje waar even wat mee uitgehaald is. Het is compleet daarvoor gemaakt. Zo eigenlijk zoals alle producten van João Miranda eigenlijk. Mooi dingetje. Compleet met video-instructie. Het enige wat je niet erbij krijgt de kaarten. Zijn de kaarten. Dus je kunt gewoon je eigen kaartspel, zijn alleen maar de kleur rood trouwens, in het doosje stoppen. En je bent klaar voor je truc. Dus als je je kaarten vanaf dit moment daarin opbergt, heb je altijd... Excuus, een extraatje bij je. Om te laten zien. Yes! Prison Deck. Ik heb hier nog een. Ringdoosje. Kijk. En daar zat er. Oh, het ligt hier, die ring. Ik dacht al. En een ring. Zie je, een kleine ring. Blijf staan. Stel nou voor dat je deze ring, kleine ring, in je hand pakt op deze manier. Doe je dit zo. Roep je dan je naam? En weg. Tadaa! Dan ziet iedereen, waar is de ring? Zal ik laten zien waar de ring is? De ring is namelijk hier, let op. Daar is de ring hier, zie je? Voor die ik zal hem uithalen. Je kan de ring gewoon weer uithalen. De ring. Dit is... The Appearing. Een nieuw dingetje. Mooi. Ik ga het laten zien. The Appearing. Van Bokopo Magic. Heel gaaf dingetje.
Wat kunnen we erover vertellen? Het is een doosje waarmee je een ring razendsnel kunt laten verschijnen. Dat kan visueel, zoals ik het nu net gedaan heb. En dat kan terwijl je het doosje dichtmaakt. Dus ja, we kunnen het nu even niet laten zien meer. Maar stel dat je het doosje dichtmaakt en dan open en zit de ring erin. Je kan het visueel laten verschijnen. Je kan het zelf bedienen. Dat wil zeggen, ik had het doosje kunnen vastpakken dat die verschijnt. Dan kan het gewoon met het doosje alleen. En je kan het op afstand laten werken. Ja, ja, mag zelf praten hoe dat dan gaat. En het is gewoon heel mooi gemaakt. We hebben in verschillende kleuren. We moeten zeggen, we hebben nu nog alleen even deze. Want vanmiddag komen weer alle andere kleuren binnen. Dit is weer zo'n voorbeeld waarom we vorige week ook gewacht hebben. Vanmiddag krijgen we ook weer blauw en zwart binnen. Maar die kwamen vorige week binnen. En die waren eigenlijk nagenoeg meteen weer uitverkocht. Dus dit is de Appear Ring. En compleet met USB laadkabel. Ja, ook weer elektronica. Maar goed gemaakt hoor. En je kan een ring lenen. Je kan de ring, als je doosje bijvoorbeeld hier staat, kan een ring lenen. Je stopt bijvoorbeeld onder een doek. Je pakt het doosje, zet het neer. De ring verdwijnt onder de doek. En de geleende ring verschijnt in het doosje. Maar, belangrijk vinden wij wel, detail. Het mag, deze ring is ongeveer de maximale dikte die hij mag hebben. Met een steentje erop zou ook nog kunnen, dat kan nog wel. Maar de ring zelf mag niet te dik zijn, want dan gaat het niet werken. Ja, het is me ook gaaf gemaakt. Ja. Ik vind de prijs ook best oké. €135. Maakt niet uit welke kleur dat je pakt. Voor dit dingetje vind ik meer dan oké. Ook met video-instructies. Mooie doos erbij. Alles erop en eraan. Choppie choppie. Mooi mooi. Ja. Jazeker, heb je nog iets? Oh, zag je al denken? Ik wist niet welke vraag. Ja. Ik heb hier een paar certificaten. Ja. Ja, jaren geleden kwam er Kollard uit. John Archer deed hem ook al in zijn lezing altijd. En nu is er Kollard 2. Wat is het effect? Even kort te vertellen. We kunnen het niet doen omdat het nergens op zou slaan als we dit effect met z'n tweeën doen. Waarom? Ja. Omdat ik een publiek verzint helemaal een naam bij elkaar. Ik zal uitleggen. Je hebt een plusje hondje staan met dit dingetje om. Zo, hangt aan zo'n halsband. En dan zeg je tegen de toeschouwer, nou, ik heb een hondje gekocht of gekregen of geadopteerd. Maar ik heb nog geen naam gegeven. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga vanavond toch hier naar deze voorstelling. En ik wil eigenlijk jullie vragen of jullie mij willen helpen met het bedenken voor een naam van dit beestje. Nou, een beestje voor mijn naam te hebben. Ja, ja, precies. Ja, de toeschouwer op het podium, een dame wat dan ook. En die mag ook meehelpen. En dan, iedereen bij elkaar bedenkt een naam. Zou ik het nu Leon vragen? Zou nergens op slaan, want dan zou je gewoon, zou Leon zeggen... Woezel. Ja, Woezel, onze hond. En dan zou het lijken dat het afgesproken is. Maar, dan zeg je, stel ze kiezen. Nou, ik zeg Woezel. Woezel zeg je oké. Okay. Blablabla, schrijft u op. Naam en de naam Woezel. Dan zeg je, oké, jullie hebben allemaal samen gekozen voor de naam Woezel. Ja, dat klopt. En dan pak je het plusje beestje en je draait de badge om. En daar staat met gouden letters op zijn penning geschreven Woezel. Dat is het hele woe. Idee. Ja, hoe, precies. Zeg je nou woe of hoe? Woe, zijn. Oké. Woe. Dus dat is eigenlijk wat Kollard is. Het is super makkelijk. Je krijgt er alles bij. Je krijgt een stift, je krijgt een speciaal clipboard. Je krijgt certificaat erbij. En dit alles samen zorgt ervoor dat het effect super gemakkelijk te doen is. En dat je alles kunt doen wat nodig is. Dus je krijgt genoeg materiaal bij voor heel veel vertoningen ook. Ja, het is goed gemaakt gewoon. Als je een stand-up effect wil hebben, waar je 5 minuten mee kunt vullen met leuke grappen erin en een leuk eindresultaat. Kollard 2. Er zit ook nog een mooie opbergzak bij waar alles in zit. Zal ik laten zien wat je deed. Zie je, er zit nog een opbergzakje en alles bij. Krijg je allemaal bij. Online instructies natuurlijk, zoals het tegenwoordig bij alles zit. Van Vanishing Ink. Nou, Vanishing Ink weet je eigenlijk ook van in alle loop der jaren dat die geen rommel op de markt brengen. Ja. Alles wat die uitbrengen is toch wel echt goed doordacht. En als ze ergens denken dat gaat niet werken, dan brengen ze het ook eigenlijk niet uit. Want ik kan me niet één effect herinneren van Vanishing Ink waarvan ik zei, nou, daar heb je helemaal niks. Ik die mensen niet, hè? Ik zeg niet dat het niet bestaat, maar... Nee, eigenlijk ook niet. Nee. Tot nu toe, maar. Nee, we zijn gewoon mensen die alleen maar iets uitbrengen als ze weten dat daar markt voor is. Ja, Kollard 2. Ja. Kollard 2 kost €54,95. Ja. Ja, er zijn nog veel meer nieuwe dingen. Want sommige dingen wachten we ook nog op voorraad. Er zijn nog dingen onderweg ook. Dus hou onze website in de gaten, want er komen gewoon dagelijks, ja, meerdere malen per week, nieuwe artikelen bij. En weer zo snel bij, hè? Want ja. Voor je weten ze weer op. Ja. En dan... Onze volgende update zal pas zijn.
ergens eind maart. Nou, voor die tijd hebben wij Shoot Ogawa, 13 maart lezing. Ik goed weet niet of we het gehad hadden, volgens mij wel. Maar goed met ringen. Van Dickie, ringen, munten en kaarten, maar ook vingerhoedjes, dat soort dingen. Het schijnt een hele nieuwe lezing te zijn. Ja, hij is twee of drie keer hier geweest. Het is gewoon een meester. Dus als je zegt, ik wil ergens iets fantastisch zien en goede technieken leren, zorg dat je erbij bent. Want hij komt niet voor niks hier naartoe. Voor ik weet dat hij de vorige keer iemand bij had. Ja. Ik weet het niet meer hoe die heet. Ja. Jiki, ja. En die leent nog wat zien met munten, maar ik weet niet of hij deze keer ook nog iemand bij zich heeft. Hij heeft iemand bij zich, maar ik weet even niet of dat dezelfde persoon is. Zijn personal assistant, maar ik weet niet of dat is gewisseld in de loop der jaren. Dus dat is er. En 31 maart hebben we Axel Heklau. Nou, ja, check even. Ga even op YouTube, Axel Heklau. Of zoek even, Google even Axel Heklau. Een hele creatieve ja, ja, met ChopCup, met zijn kranten, met zijn mentale act. Hij laat je ook van alles zien. Ook voornamelijk ook stand-up effecten. ChopCup die geen ChopCup is. Ja, 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 ja. Fantastisch. Praktische effecten. Als jij zegt, ik goochel. Ik werk als goochelaar en je wil bruikbare effecten hebben, kom naar de lezing. Want alles wat die man laat zien, kun je zo bam meteen in je eigen repertoire. Ja. Dus dat is gooi in. Dus, dat zijn twee belangrijke zaken. Ja, voor de rest houden wij het voor gezien nu. Want we moeten nog schmink uitzoeken en de carnivals pakken klaarhangen. Ja, een bierkoud zetten. Dus ik hou het hier. Mensen, goedjes. Hoi.